Dag burgemeester van Utrecht. Goedemorgen Jan. volgens mij hoef ik geen u te zeggen, tenminste hoe je overkwam. Ben je een heel amicaal mens en vind je het vooral heel leuk dat jij naast de mensen staat en niet boven de mensen. We hebben elkaar ontmoet vorige week op Hoogkaterijnen. En mijn vraag aan jou was of jij iets kon regelen voor mij. Zoals je misschien wel nog herinnert, is dat ik aan het einde van het jaar, het liefst midden op oktober, mijn theatershow voor de eerste keer wil gaan uitspelen. En dat wil ik heel graag doen in een groots gebouw in Utrecht. En een groots gebouw, daar bedoel ik mee, ja, de Stad Schouwburg. Dat is eigenlijk wel het mooiste. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Jij zei meteen van is Cinemac ook een idee? Nou, vind ik ook prima. Maar als je mij vraagt, wat zou je het liefst willen? Weet je, ik ga het voor hele mooie grote goede doelen doen. En dat is het Ronald McDonald's Huis. En voor Prisma. Prisma is een stichting voor verstandelijk gehandicapten. Dat is voornamelijk in Brabant gevestigd. Het is het goede doel wat mijn tante heeft uitgekozen. Mijn tante heeft 4 weken geleden doorgekregen dat ze uitgezaaide longkanker heeft. Zij is mijn lievelingstante. Ook een soort tweede moeder. Ze is een hele lieve zus voor mijn moeder. En ik zie haar heel vaak. Dat is vreselijk nieuws. En ik dacht, ja, weet je, ik kan nu gaan zitten zwelgen in medelijden voor haar en in zelfmedelijden voor mij, omdat ze doodgaat. Maar ik kan er ook iets moois mee doen. Dus daar heb ik voor gekozen. Ik heb ook meteen, toen ik haar zag, nadat ze dat slechte nieuws heeft gehoord, meteen gevraagd welk goed doel zij zou willen. En dat voelt voor mij echt zo tof. Ik weet dat ik de wereld iets te bieden heb. Ik ben een heel enthousiast, positief mens die een bepaalde visie heeft op geluk en op het leven. En ik denk dat Nederland, en met name Nederland, maar ik denk ook de hele wereld, echt een stuk gelukkiger zou kunnen worden als ze maar wisten hoe. En ik denk dat ik daar het recept voor heb tijdens die show. Nou, dat denk ik niet, dat weet ik zeker. Dus weet je, ik heb gewoon een missie. Ik wil gewoon dat mensen blijer worden en dat ze geen genoegen nemen met een 7 van 8, maar dat ze gewoon voor een 10 gaan. Dat ze weer onvoorwaardelijk van zichzelf gaan houden en dat ze blij gaan zijn met wie ze zijn. En dat ze niet streng voor zichzelf gaan worden. En de ziekte perfectionisme wil ik eens gewoon uit gaan roeien. Ik heb bedacht dat er een medicijn is voor de epidemie die perfectionisme heet. En ook dat ga ik vertellen in de show. Nou, het wordt een beetje een lang verhaal. Ik wil niet te veel van je tijd afnemen, want ik denk dat je druk zat hebt als burgemeester van Utrecht. Maar je vroeg mij om het een en ander nog even op papier te zetten, door te mailen. Ik dacht, weet je, ik maak gewoon een videoboodschap. Dan heb je meteen weer mijn gezicht. Dan herinner je je mij misschien nog, denk het wel, want het was een heel leuk gesprek. En het zou zo tof zijn als jij dit voor mij zou kunnen regelen. En ik sta voor alles open. Jij zei ook meteen, ja, is een matineevoorstelling nog goed? Jazeker. Maandagavond? Jazeker. Ik vind alles goed. Als ik de grote zaal in de Stad Schouwburg maar heb. Want ik heb wel een missie. Ik had al even gelezen. Volgens mij is de grote zaal, heeft een capaciteit van minimaal 600, maximaal 1000. En de kleine zaal is van 400 of zo. Nou ja, ik weet niet meer zeker. Maar ik ga voor groot. Dus zet mij maar in de grote zaal. Lijkt mij echt heel top. Want dan ga ik minimaal 20.000 euro ophalen. Waarvan dan 10.000 euro voor het Ronald McDonald's Huis. En 10.000 euro voor het andere fonds. Nou, misschien nog een beetje kosten voor mensen die echt niks gratis willen doen. Dus nou, zeg dat 1.000 euro kost. Die geef ik dan aan de geluidsman. Maar ja, misschien dat er ook wat te regelen is bij de Stad Schouwburg. Dat er gewoon ook een geluidsman zit. En ook een meneer voor het licht. Nou, misschien dat je daar ook een balletje over op kan gooien. Want ja, ik wil gewoon echt even niks aan de show verdienen. Tenminste, niet aan die eerste show. Dus dan moet ik zeggen, die eerste show gaat helemaal gratis. En daar wil ik echt helemaal geen dubbeltje aan verdienen. En daarna, als die aanslaat, ja, dan hoop ik natuurlijk gewoon dat het een succes wordt. En dat er gewoon mensen zijn, en vooral bedrijven zijn en organisaties zijn, die mij willen zien. En die geïnspireerd willen raken door mijn verhaal. Want ik heb een verhaal te vertellen. En ik kan mensen raken. Dus nou, ik zeg alvast heel erg bedankt. Jij of je
Suzanne, volgens mij uit mijn hoofd. Suzanne, jullie kunnen me mailen op nanette@wezenlijkveranderen.nl. Je kunt me ook bellen op 06-4831-4696. En ik kom graag een keer op het gemeentehuis een kopje koffie drinken. Lijkt me heel gezellig. Hey, hartstikke bedankt alvast voor het luisteren naar dit en het kijken naar dit. En ik zeg je een hele fijne maandag. Doeg!